Als de dagen kort, nat en grijs worden, dan heb je misschien wel eens de neiging om je winterdip een beetje weg te eten. Ik grijp dan nog wel eens naar zakken pepernoten en pakken speculaas. Ik vroeg aan diëtiste Margje Vlasveld voor Gezond en 71. Ja, wat raad jij aan? Weet je wat ze zei? Probeer in slagroomtruffels. Ja, lekker eten is natuurlijk altijd goed. En jij zegt pepernoten en speculaas. Nou, dat heeft helemaal niet mijn voorkeur. Ik ben meer van de chocola. En ik heb ook een heerlijk recept van truffels die je dan zou kunnen eten. Die ook nog een beetje gezond zijn. Maar ja, wat is comfort food? Food, dat is eigenlijk voedsel wat je lekker vindt en wat een beetje smeuïg is. En waar je niet te veel op hoeft te kauwen. Ik weet niet, maar het is voor iedereen wel anders. Als je last hebt van een winterdepressie, dan is het belangrijk om dat van tevoren een soort plan te maken. Van als je slecht eet, dan eet je slechter en slechter. Dat is eigenlijk een spiraal naar beneden. Dus als je probeert om 's morgens in ieder geval rustig wakker te worden en iets gezonds te nemen, dat je je dag goed begint, leg het dan klaar. Hè? Aan het eind van de dag voelen mensen zich vaak beter. Bedenk dan van, oh, wat ga ik morgen doen? Ik leg alvast wat fruit klaar. Dan zijn er een heleboel dingen gezond. En ook goed tegen depressie. En één ding is wel belangrijk. Dat je omega-3 vetzuren binnenkrijgt. En dan niet in de vorm van een pilletje, maar in de vorm van vette vis. Dat is eigenlijk het enige wat bewezen is goed voor je brein bij een depressie. Vette vis, dat is haring, makreel, heilbot, forel, zalm, sardines. Dat zijn eigenlijk de vette vissoorten. Je wil eigenlijk wel gezond eten en dat wil je op bepaalde momenten helemaal niet. Zorg er dan voor dat het er is, dat het in je kast zit. En maak ook hele lekkere koekjes voor jezelf. Vries ze in of heerlijke chocolaatjes. Nou, dat recept kunnen mensen bij mij vragen. Een recept voor slagroomtruffels met maar 2 gram koolhydraat. Dus het is ook nog geschikt voor diabetes.